gamingfans van Nederland en omstreken, welkom bij een gloednieuwe aflevering hier op Cortex Gaming. Vandaag speel ik weer een nieuwe indie game, maar dit is niet zomaar een indie game. Tenminste, het ziet er zo fucking vet uit dat ik het niet kon laten om het te spelen. Ik heb het gevonden op itch.io, het is een free-to-play indie demo. Het spel is genaamd Feral. En volgens mij, ik weet niet heel veel van het spel, maar je bent een of ander leeuwbeest, een of ander feral creature. En je moet jagen om jouw baby's te feeden. Je moet je baby's voeden. En ik weet niet wat het precies verder inhoudt. Wat ik wel weet is, je kan het gratis downloaden, maar let wel goed op. Dit spel kan alleen maar gespeeld worden met een Xbox controller. Toetsenbord doet vrij weinig. Dus, wil jij hem ook spelen? Ik laat de link even onder in de descriptie achter. Maar let op dat je wel een Xbox controller nodig hebt, wil je dit doen. Ik weet ook niet hoe het gaat runnen, aangezien het een demo is. En er stond letterlijk al, it may crash after a couple of minutes. Dus ik heb geen idee, we gaan gewoon kijken. We gaan het gewoon spelen. Ik weet niet wat de kwaliteit van deze aflevering gaat worden, hoe lang alles duurt. Maar het lijkt er, ziet er fucking vet uit. What the fuck maakt dat geluid? What? Feed your babies. Oké. Okay. What? Oh my god, de motion blur. Oh, de motion blur. Ik haat motion blur. Wat is dat fucking geluid? Hunting. Oh, cool. Tutorials. Cool. Focus on the animal's sound by pressing LB. Oké. Okay. To get more information on their position. Okay, cool. Oh, mijn neus jeukt. Smell by pressing RB to track down hunt clues dropped by animals. Oh, god, we hebben een hele tutorial hier. Press B to crouch behind trees and bushes gets close. Okay, the crouch. Hold RT to sprint. Daar was ik al achter. Once it's back... Huh? To sprint. Once on its back, smash... To jump kill. Weet je wel? Like a fucking animal. Oké, okay, cool. Dus ik kan... Oké. What the fuck is dit? Ik heb geen idee hoe ik dit spel speel. Echt waar. Oké. I need to smell shit. Oeh. Waarom kan ik niet harder rennen? Bullshit! Oeh, footprints. Footprints. Okay. Staat hij daar stil? Is dat hem? Nee, dat is een fucking plant! Waar de fuck is dat beest? There you are! Hoe werkt dit? En al die fucking geluiden, what the fuck is het? Ik moest X indrukken om te springen en hem te killen. Doe normaal, man. De controls kloppen niet. Bullshit. Ik snap er geen fuck van. Come on, I want my kill. Oh, dit is sprinten. Oké, en... Yoink. Heb eens! Kill! Heb ik hem? Hij is footsie! What? Oh, there you are! Eat corpse. Cool. En nu? Moeten mijn kindjes niet eten? Allemaal leuk, lief en aardig, maar waar zijn mijn kindjes? Oké, maar dit spel ziet er fucking vet uit. Oké, we gaan er nog in pakken. We moeten er gewoon zoveel mogelijk killen. Ik weet nog steeds niet wat dit is. Ik hoor iets. Sst! Silence! I'm the Killmaster 3000! There you are, you little bit. And it crashed! Great! Be right back! Okay, come here, dear! We zijn weer terug. Ik heb de... Hoe heet die dingen? Graphics ietsjes lager gezet. Want ik denk dat die daardoor crashen. Ik weet het niet zeker. Bitch, kom terug hier! Ik sprong mis. Fuck! Where is he? Where's the motherfucking mofo? Where you at, bro? Oh shit, als ik dat doe, dan gaat die shit fout. Dude! Where you at? Waar is die? Ik zag hem toch hier rennen, of niet? Oh, huh?
Ze rennen alle kanten op, man. Dit doet me een beetje denken aan het jagen van Far Cry Primal. Ik vind het echt super vet. Oh, Far Cry Primal is trouwens echt een game die heb ik helemaal stuk gespeeld. Jezus Christus. Wat was dat een vette game, zeg. Maar waar is die bitch? I wanna get him. En het liefst voor de volgende crash. What the fuck are you? Peace, bro. Made here. Mag ik weg? Mag ik? Kom hier dan. Wil je vechten? Hoe val ik aan? Hoe doe ik iets zonder dat er fucking game crasht? Okay, it runs like absolute fucking garbage. Ik ben bijna dood. I'm out of here. I'm not out of here. I'm fucked. Yep, I'm pretty much fucked. Die gast gaat ook niet weg. Move, damn it, move. I don't wanna die. I'm too young to fucking die. Come on. Fuck off, you little bitch. I need to fucking get some room. Ben je weg? Ben je fucking weg? Dankjewel. Ik heb denk ik nog 1 HP over of zo. Jesus effing freaking Christ. Oké, dat kan dus blijkbaar ook in deze game. The hunter can be the hunty, let's see. Maar ik heb nog steeds... Ik heb echt eten nodig nu. Misschien helpt dat, maar ik heb geen idee. Ik ben bijna dood. What the fuck was dat geluid? What the fuck are you? What the fuck? Come on. What the fuck are you? Oké, shht. Misschien komt het weer naar buiten. What the fuck ben jij? Ik heb zin in een fucking potje whack-a-mole. Oké, we wachten. Dat hij naar buiten komt. En dan smakken we hem op zijn hand. Kom dan. Ik denk niet dat hij komt als ik bovenop zijn hol sta. Oké. Misschien ziet hij me niet. Kom dan. Komt eruit dan. Danny. You motherfucking little bitch. Hey, is dat hem niet? Volgens mij is dat hem. Daar is die krijzende bitch. Nou ja, die krijgen we dus niet te pakken. Oké, cool. What the fuck zijn dat voor fucking whack-a-moles? Ik heb nog steeds niet door hoe ik mijn kinderen moet voeden. Ik ben nog steeds bijna dood. De game is al 1 keer gecrashed. Gaat heel erg goed. En mijn kills naar de kloten. Fantastico. Echt, volgens mij hebben al die herten een memo gekregen van... Jan, ren door het bos. Wegwezen daar. Niks is te zien hier. The fuck. Wee! Hey, cool. Geen fall damage. Ik hou van games waar je geen fall damage hebt. Want waar games wel fall damage hebben, ga ik altijd mee dood. Ik zweer het je, ik ben heel slecht in niet vallen. Er is letterlijk geen fucking hert in het hele bos te bekennen. Wee! Uh-oh. Auw! Oké, let's eat some mushrooms then. Hey, wat? Ik ben een vegetarische leeuw. Laat me! Laat me mijn eigen gang maar gaan. Waar zijn die fucking herten? Hallo? Joe! Hertenbuddies! Niemand? De vorige keer slacht ik die hier een af, volgens mij. Voordat de game crashte. Het is ook vervelend dat je geen save optie hebt ofzo. Als de game crasht, moet je gewoon weer overnieuw beginnen. Fuck you! Zijn hier herten? Wat ben jij? What the fuck is dat voor geluid? Oké, cool. Oh, ik ben in ieder geval wel weer heel, zeg maar. Oké. Zeg maar alsjeblieft niet weer dat ik die tutorials moet doen. Nee, cool. Dat is vet. Hunting, daar komt je er nu mee. Ik denk ik hoef het niet te doen. Komen ze er alsnog mee. Ik weet inmiddels hoe ik het moet doen. Ik kan het alleen niet. Dat is het probleem. Is dit bloed? Nee, dit zijn blaadjes. Hmm.
Oké, daar is dus iets. Cool. Dan gaan we daarheen, hè? Als hier achter iets is, jongens. Waar dan? Daar is die heen. Oké, cool. Oké, dat was desoriënterend. Maar ik zie hem wegrennen. We gaan er achteraan. Where you at, bro? There you are. I'm gonna get you. Waarom deed mijn sprongding het niet? Waarom kan ik maar zo fucking kort sprinten? Hebbes! Gotcha! Oh, gotcha, bitch! You're mine now! Ja, maar ik wil hem niet eten. Ik wil hem mee kunnen nemen naar mijn kindjes. Naar mijn dingetjes. Kan dat ook? Dat kan niet. Ik moet gewoon eten. Oh, en dan krijg ik beast points. En met die beast points kan ik dan weer... upgraden. Oké, cool. Gaan we dat eens even uittesten. Waar is mijn grot? Kan ik dat ook zien? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat mijn grot die kant op is. Ik denk dat dat mijn grot is. Ik weet niet zeker. Maar dan gaan we zien. Let's go. Oeh. Oh, die gast had bijna een vreselijke dag gehad. Oh, laat je even je kop zien en dan springt er een fucking leeuw op je kop. Oh, bitch. Die gast heeft de schrik van zijn leven gehad. Dat kan ik je wel vertellen. Mijn cave is hier toch ergens, of niet? Toch? Ja, daar is mijn cave. We gaan gewoon rustig naar onze cave toe. Rustig! Niet via deze kant, want daar staan enge plantjes. Hier staan ook enge plantjes. Staan er ergens geen enge plantjes? Dit doet me echt heel erg denken aan... aan een soort van kruising tussen... hoe heet het nou? Tussen Far Cry Primal. Horizon Zero Dawn, daar heeft de omgeving wat van weg. En... dat speel je dan gewoon als een dier. Ik vind het fucking cool. Ik vind het echt fucking cool. Oeh. Ik wou erop afrennen, maar ik zag daar ook iets anders bewegen. En de game crasht weer! Jezus Christus! Oké, gamefans van Nederland. Ik heb het geprobeerd. Met al mijn hart heb ik geprobeerd deze game die er super vet uitziet te spelen. Met deze heerlijke achtergrondmuziek trouwens. Maar hele holy shit, hij crasht fucking vaak. Hij blijft nu crashen. Ik heb het eigenlijk al een paar keer geprobeerd. Iedere keer als ik hem opstart, nu blijft hij tenminste stabiel draaien. Maar iedere keer als ik play in doe, crasht hij gelijk. Ik heb echt werkelijk geen idee. Met deze game, alsjeblieft developers. Als jullie dit zien, als jullie überhaupt Nederlands spreken. I don't know, en anders ondertitelen je het. Kan mij het ballen. Maar als je dit ziet, werk verder aan deze game. Als je fucking blieft. Ik wil een full versie van deze game spelen. Deze game is alles wat een game hoort te zijn. In ieder geval indie game naar mijn idee. Goede graphics, goede surroundings, een mooie wereld. Vette gameplay. Een leuk concept, hè. Als je het ook nog kan upgraden, want dat kan blijkbaar. Maar ik krijg het niet voor elkaar voordat de game crasht. Dus dat lukt me nu niet. Maar alsjeblieft developers, als je dit ziet, continue on this game. Make it better. Oh my god. Deze game is echt... Ik wil deze game echt gaan spelen. Maar ik ga het hier wel bij laten, want ik krijg hem gewoon niet meer opgestart. Dus beste gamefans, vonden jullie het een leuke video? Laat dan even een like achter op deze aflevering. Ben je nog niet geabonneerd op ons kanaal? Vergeet het dan niet te doen door op de rode knop onder het filmpje te klikken. En dan zie ik jullie weer terug in een nieuwe aflevering hier op Cortex Gaming. Wat het is, ik weet niet... Ik hoop dat ik hier ooit een serie van kan gaan maken, want het lijkt me fucking vet om deze game echt te spelen als die helemaal uit is. Maar voor nu, beste gamefans, zoals altijd, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot de volgende keer. Mazzel!